Ik ben op de leeftijd dat niemand mij eigenlijk meer kan maken. Hier en daar wat vijanden te maken, dat vind ik eigenlijk ook wel gekleed staan op mijn leeftijd. Een halve jaren Trump daar weer terugkomt, is die ook de NAVO af wil schaffen. Geen steun meer wil geven aan Oekraïne. Betekent ook dat Europa helemaal op zijn eentje het verder zal moeten trekken. Nou, dan heb je die 27, 28 verdeelde naties. Denkt u dat Rusland anders had gehandeld als Joe Biden niet president was geworden? Denk je dat misschien een Poetin Joe Biden zag als zwak? Dat Poetin niet tijdens Trump in de Oekraïne is binnengevallen. Ja. Dus ze waren dikke vriendjes. En dat is dus ook wel een interessante vraag van hoe ver dat gaat. Een aantal van die geheime documenten die Trump daar op de wc bewaarde. Of naar Mars dus, ja, gaan. Nou, dat is nog erger. Dat is helemaal niets. Dat is dus een levensmissie van Elon Musk nu. Ja, maar die is niet helemaal... Niet helemaal...